De strafzaak tegen de verdachten voor misdrijven gepleegd in Peking Saron werd op 15 en 22 maart voortgezet. Belangrijke punten waren de afwezigheid van verdachte MB, verzoeken om een afwezige getuige en om in vrijheidstelling door de verdediging, waarop de vervolging reageerde met afwijzing. De kantonrechter wees ook een verzoek tot herverhoor van getuigen af. De zaak gaat verder op 5 april 2024. De Suede-campagne van 2023 heeft 4.362.112 SRD en 37 cent opgebracht voor de NICU van het AZP, waarbij onder andere een apparaat voor hartecho's is aangeschaft. Binnenkort wordt een beademingsapparaat betaald, samen met een gehoorscreeningapparaat voor pasgeborenen. Een nieuwe inzamelingscampagne voor 2024 wordt nu voorbereid. Het doel is nog niet vastgesteld. Bovendien markeert 20 november 2024 het 10-jarig bestaan van SUEED en dus ook de 10e inzamelingsactie. Het Nationaal Jeugdinstituut NJI en de Jeugdraad Suriname hebben recentelijk tijdens een overleg met de Commissie van Rapporteurs van de Nationale Assemblée hun steun uitgesproken voor de ontwerpwet kinderombudspersoon. De wet, indien aangenomen, zal de overheid in staat stellen een onafhankelijke kinderombudspersoon aan te stellen die klachten over de bescherming van kinderen behandelt. NJI en JRS zien dit als een essentiële stap om de rechten van kinderen in Suriname te versterken en geloven dat het welzijn van jongeren zal worden bevorderd door hun stem te versterken in beslissingen die hen aangaan.